Ik heb laatst nog een aantal verzoeken gehad voor Mark Rutte of ik daar niet even mee op de foto kon. Stijn, jij hebt een bijzondere hobby, namelijk de jacht op selfies met politici. Leg uit. Nou ja, ik ga gewoon veel met politici op de foto en een aantal van die politici verliezen binnen no time hun baan. Oké, en met wie ben je dan al op de foto geweest? Ivo Opstelten, Art van der Steur, Anoushka van Miltenburg, Bram Moskowitz. Die telt niet helemaal mee, maar staat er toch mee op de foto en hij heeft geen werk meer. Kortom, als wij willen dat een bepaalde politicus vertrekt, moeten we vragen of hij met jou op de foto wil. Nou, dat zou je kunnen proberen. Ja, dankjewel. Ik weet alleen niet zeker of je daaraan moet beginnen, want vele politici die met hem op de foto zijn gegaan, die zijn gevallen. Oh, is dat zo? Ja, van der Steur. Ja, ik ben benieuwd. Spannend. Met wie zou je willen dat hij op de foto gaat? Met Mark Rutte, zo snel mogelijk. Nou, dat is al gelukt, dus. Oh, heel goed. Nou, met Thierry Baudet ook op de foto geweest. Hoe voelt dat? Goed, maar ik denk dat ze kansen nu per uur gaan afnemen. Ja, ik voel het. Ik voel het. Was dat ook het doel van de selfie? Ja. Krijg je dan ook wel eens verzoeken van mensen of je met een bepaalde politicus op de foto wil? Ja, ik heb laatst nog een aantal verzoeken gehad voor Mark Rutte of ik daar niet even mee op de foto kon. Meneer Asscher, zou dat wel doen? Want iedereen verliest zijn politieke carrière die met hem op de foto gaat. We zitten afwachten, ik ga hem nog even vol. Zo, Asscher staat er ook op? Hij staat erop hoor. Oké, nou dat wordt wat. Aftellen denk ik.